denk dat ik vrijwel altijd een soort beeld in mijn hoofd heb dat ik wil maken. En dat een soort onrust geeft totdat het er is. Als je heel druk bent, dan is er niet de ruimte voor. Maar als eigenlijk de ruis wegvalt, dan komt het vanzelf omhoog. En dat zou ook de aanleiding kunnen zijn dat ik het fijn vind om buiten de Randstad te wonen nu. En juist die, vanuit die leegte de automatische mechanismen hun werk te kunnen laten doen. Ik zelf hou heel erg van abstract werk. Bijna al mijn werken zijn abstract. Dus ik denk dat dat ook een thema is wat ik interessant vind. Voor de ene is abstract moeilijk. Er hangt natuurlijk een sfeer om abstract kunst dat het moeilijk is. En andere mensen die ervan houden, die denken, hoezo is het moeilijk? Het is gewoon, je kijkt ernaar en het communiceert gewoon. Je hoeft het niet te snappen of zo. Een kunstwerk kan heel intuïtief zijn. Zo kan ook een abstract teken heel intuïtief zijn. Kijk maar naar het oude schrift. Waar het ook toegepast werd om op een intuïtieve manier mensen te laten leren lezen en schrijven. En toen kwam ik erachter dat er eigenlijk een hele interessante overgang is geweest in de geschiedenis van de hiërogliefen. Dus een heel oud beeldschrift naar een abstract schrift. Toen waren de Feniciërs een van de eerste die abstracte tekens gingen gebruiken. Dus die gingen die hiërogliefen abstraheren. En toen kwamen ze uit op een schrift van 22 tekens. En met die 22 tekens kon je eigenlijk alle klanken die je met de menselijke mond kan maken opschrijven. Zo kan je dus ook leren schrijven door eigenlijk gewoon die klanken op te gaan schrijven. Ik zie kinderen die langzaam leren praten en ook leren schrijven. En dat heeft bij mij een soort fascinatie gecreëerd. Misschien wilden die piraten van die vissen. En het contact met je kind is die eerste klanken, die eerste woorden. Heel ontroerend, omdat je dan op die manier op een ander soort niveau contact hebt. In de oceaan zitten haaien. Zitten er haaien in? Maar dat is de zee, het water. Ik denk dat hetgene wat me raakt is dat het als het ware uit het niets ontstaat.